het beeld van NEC dit seizoen. Aangeslagen spelers na weer een teleurstellend resultaat. Maar de zwakke prestaties op het veld staan niet op zich. Als het in de top rommelt, gaat het op het veld vaak ook mis. En dat lijkt dit seizoen het euvel van NEC. Onderzoeksjournalist Tom Knipping volgt de Nijmeegse club al jaren namens het weekblad Voetbal International. Maar wat je dit seizoen natuurlijk ziet is dat er een compleet vreemdelingenlegioen staat. Volgens mij hadden ze de laatste wedstrijd 3 Nederlanders in de ploeg staan. Bijna niemand kan zich met de ploeg identificeren. Het begint in de zomer als trainer Alex Pastoor steen en been klaagt over het gebrek aan kwaliteit in zijn selectie. Voor versterking is NEC afhankelijk van invloedrijke investeerders. Maar die willen niks doen voor Pastoor, die zij arrogant en bedweterig vinden. De trainer krijgt het verwijt dat hij alleen zijn eigen mensen om zich heen verzamelt, zoals de telkens falende verdediger Daan Bovenberg. Na 3 fikse nederlagen in de competitie moet Pastoor het veld ruimen. Natuurlijk hou je er dan rekening mee. En ik kom niet uit een eitje, dus dat betekent dat je dit mechanisme al eerder hebt meegemaakt. Ook op directieniveau wordt er ingegrepen. Carlos Albers, die in het verleden miljoenen binnenhaalde met de verkoop van onder meer Jasper Sillissen, Björn Vlemings en Bram Nuitink, wordt op slinkse wijze aan de kant gezet als technisch directeur. Hadden ze Albers het vertrouwen gegeven, wat hij mij ogen wel ook verdiend had, hè, na al die verkopen die hij de afgelopen jaren had gerealiseerd, dan had er waarschijnlijk al veel eerder een elftal gestaan, waar de coach dan ook eerder mee aan de slag had gekund en waar waarschijnlijk ook meer Nederlanders in hadden gezeten. Zijn al vanaf het begin van de competitie geconfronteerd met nieuwe spelers. Een trainer die wegging, een technisch directeur die helaas moest opstappen. Dus dan is er wat onzekerheid over het maken van beleid. De nieuwe technisch directeur wordt Edo Ophoff, die al jarenlang actief is binnen NEC. Hij gaat een andere koers varen. En dan moet je ook zeggen, jongens, tot hier en niet verder en we gaan een nieuwe richting in. Hij stelt clubman Anton Jansen als nieuwe trainer aan. En dan opeens is er wel geld voor versterkingen. Mede dankzij miljardair en NEC-supporter Marcel Boekhoorn worden er 3 dure buitenlandse spelers aangetrokken. Maar de investeringen van ruim 1 miljoen euro helpen NEC nauwelijks. Ja, en als coach Anton Jansen krijg je zo'n team met afdankertjes eigenlijk uit alle hoeken van Europa krijg je in de maag gesplitst. De Nijmegenaren bungelen ook na het congé van Pastoor lange tijd onderaan de ranglijst. En komen als enige club in de Eredivisie tot dusverre niet weg bij de laatste 3. Met nog 8 duels te gaan staat NEC 17e. En morgen wacht de wedstrijd tegen hekkensluiter Roda JC. Bij een nederlaag is NEC opnieuw laatste. Ik denk dat het belangrijk is om eens Roda te pakken. En dan pas te kijken naar andere wedstrijden. Dus het is belangrijk dat we nu focussen op 1 wedstrijd. Een eventuele degradatie zou niet alleen een sportieve ramp zijn voor NEC. Je kunt nog niet echt een beleid maken, want je moet weten dat je de punten gaat halen. Dus ja, je zit dan met een enorm hoge salarishuishouding. Ja, en je begroting wordt gehalveerd of meer dan gehalveerd in de eerste divisie. Dus ja, dan kom je direct in financiële problemen. En er zal ongetwijfeld meer geld van investeerders nodig zijn. En het is op meer fronten onrustig. De supporters van NEC zijn meer dan de laatste jaren betrokken bij incidenten. Zo raken 2 stewards gewond door vuurwerk in de eigen Goffert. En café Goffertzicht moet na meerdere incidenten op last van de burgemeester worden gesloten, tot woede van de fans. De oplossing ligt voorlopig op het veld. NEC zal de komende weken goede zaken moeten doen, want dan treft de Nijmeegse club vooral concurrenten. En de laatste 3 wedstrijden lijken op papier loodzwaar, met AZ, FC Twente en tenslotte Ajax. 3 of 4 overwinning, denk ik. Dan is genoeg. Je moet denk ik nog wel zeker 3-4 wedstrijden winnen. In ieder geval als je nog 15e wil worden. Dat wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. Als je het niet meer pakt in de eerste 5 wedstrijden, dan kun je redelijk, dan kun je veilig zijn.